De mannen van Handsome Poets uit Gouda staan hier voor me. Een popgroepje uit Nederland die heel in sneltere vaart zieltjes aan het winnen is. Ik kan me nog herinneren, jongens, dat ik jullie een aantal jaar geleden in een heel klein tentje op Festiland zag een vocal. En nu staan jullie op het hoofdpodium op Paaspop. De dingen kunnen heel snel gaan. Ja, inderdaad. Het is ook wel echt een grote tent. Ik vroeg me net af, staat deze tent ook op Lowlands? Weten jullie dat? Nee, volgens mij niet. Dit is een andere. Oké, nou, maar in ieder geval, in zo'n soort tent hebben we ooit gespeeld. Maar dit voelt wel weer, het is huge, man. Echt vet. Ja. Vertel eens wat meer over jullie ontwikkeling, want jullie hebben je echt heel snel ontwikkeld, hè? Nou, Daniel is een beetje achtergebleven in zijn ontwikkeling, maar die kan ook nog niet lezen. Huisje hoor. Maar heel goed muzieknoten lezen, denk ik. Nee, ook niet. Nee. Het is gewoon een heel goed gevoel. Nee, maar vertel eens. Super hard ging dat. Gaat dat nog steeds? Een klein tentje op Festiland en nu staan we hier. Op Paaspop. Ja. Ja. Mogen we openen. Ja. Dat is wel een eer. Te gek. Want ik denk ook dat jullie hitsingle wat op de Olympische Spelen werd gedraaid, dat heeft er wel ook voor heel veel succes gezorgd, hè? Ja, wel een beetje. Want hoe is het zo tot stand gekomen dat jullie daar toch voor zo'n groot evenement gevraagd werden? Ja, nou ja, dat is social media, hè? Dat is helemaal hip tegenwoordig. Dat is helemaal geen stoer verhaal. Nee, ze hadden ons liedje gehoord en toen kregen we een Twitterbericht van, hey, vet. Gaaf. Ja, een Twitterbericht van de NOS, dat vonden we al heel cool. En die vroegen van, ja, mogen we Sky on Fire gebruiken voor de Olympische Spelen? En wij dachten, nou ja, tuurlijk, leuk, geinig. Maar we hadden echt geen idee wat dat inhield, zeg maar. Anders hadden we nee gezegd. Maar ja, uiteindelijk, super vet, mochten we in Londen spelen en die dag stonden we op 1. In de iTunes en zo daar. Ja, en de zomer daarna was echt het vetste festivalseizoen ooit, denk ik. Maar toen speelden we niet de Paaspop. Nee. Dit is niet jullie eerste keer, toch? Nee, derde volgens mij. Ja. Maar wel de eerste keer hier. Ja. Wat voor een festival is Paaspop voor jullie? Leg eens uit. Nou, dat is de opener van het seizoen of zo. Het is een beetje de kick-off. Als je hier speelt, dan weet je dat het de rest van het seizoen ook wel goed komt. Ja. Of in ieder geval als het hier goed gaat. Zijn je collega's dat daarmee eens? Ja, zeker. Maar het is ook, we hebben op dit moment ook een clubtour. En dan, dat is ook super vet, in de kleine zaaltjes. En dan nu, als we hier het terrein op en dan weer de modder om je heen. En al die mensen met laarzen aan en echt zo'n festivalgevoel. Dat is wel echt, het is echt de eerste qua alles, zeg maar. Ja. Goed, hoofdpodium Paaspop, Lowlands, Pinkpop. Nou, waar eindigt het voor Handsome Poets? Leg eens uit. Ja. Een klein tentje op Festival. Dan een cirkeltje rond. Ja. Nee, ja, ik weet het niet. We hebben nu net een nieuwe plaat. Daar zijn we super blij mee. En ondertussen zijn we ook alweer aan het schrijven. En het gaat gewoon allemaal door. En we willen gewoon dit blijven doen. En steeds beter worden, groter worden. En dat is wel het doel. Wat is jullie grootste droom? Ik denk dat dat wel verschilt. Maar ik denk dat het een beetje in de lijn ligt van als we ooit Glastonbury kunnen spelen of Rock Werchter, dat zou wel heel veel voldoening geven. Ja. Red Rocks. Ja. Red Rocks.